Opname starten. Ik kan... Dit gaat voor mij erg worden. Dit is ook voor YouTube. Ik heb nou het geluid, dus... Zet hem nu uit, dat geluid dan. Uitzetten die hap. Jongens. Ik heb mijn PlayStation 4... in het Nederlands gezet. Dit betekent... dat alle spellen... Nederlandstalig worden. Nou ja, de spellen die dat dus automatisch hebben. En Spyro... is er één van. We gaan er gewoon heen. We gaan gewoon beginnen. Doe dit. Kom maar. Ik durf niet. Spyro is trouwens een geweldige game. Waarom dat ik dit in het Nederlands doe? Dat grappig is, denk ik. Horen jullie de game geluid goed? Het belangrijkste vind ik echt dat jullie de game kunnen... Ik heb namelijk geen test of iets kunnen doen. Zet hem meteen terug in het Engels. Ja, het gamegeluid is goed te horen, oké. Okay. Deze game slaat automatisch gegevens op. Ik maak me zorgen. Opslagvakken. We gaan naar opslagvak 2. En we beginnen met Spyro 1. Is wel een beetje zacht het gamegeluid. Nou, harder gaat hij niet. Oh, wacht. Is dit beter? Is dit beter? Harder dan dit krijg ik hem niet. Oké, let's do this. Mag ik terug? In de wereld van draken. Oh boy. Please zeg me tot de cutscenes gewoon Engelstalig zijn gebleven. Please. Waar begin ik aan? Waarom doe ik dit? Deze stream gaat niet meer door. Ik cancel hem nu bij deze. YouTubers, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Dit is Spyro Trilogie Reignited. Weet het allemaal nog meer. Ik ben oud. Ik ga dit echt niet eens doen. God damn it. Hell no.
Ik kom er niet onderuit, hè. Ik kom er niet onderuit. Goed. Laten we deze wereld maar eens gaan doen dan. De reden waarom... Ja, Spyro, het is een van mijn meest favoriete games. Maar ik wou het grappig maken. Ik wou het gewoon echt grappig maken van... Goh, misschien krijgen we iets voor elkaar tot het leuk is. Weet je wel? Ga eens dood. Dus ik dacht... Waarom niet in het Nederlands? Ik heb de stemmen nog niet geluisterd. Dit is de eerste reactie die ik had. Op het moment dat ik dus Nederlands speelde. En ja... Dit menen we niet. We zitten te livestreamen. We hebben hier gezellige mensen er ook nog eens een keertje bij. Oh boy. Waar is Krusty Knork? Ik steek hem in de fik. Doe eens rustig, Spyro. Er moet nog veel leren. Weet je eigenlijk wel wat die rebel doet die je volgt? Dat is Sparks. En hij kan je helpen en beschermen. Let op hem. Dan snap je wat ik bedoel. Even trouwens, wil ik ook nog heel eventjes doen een audiosynchronisatie. Want daar heb ik namelijk niet kunnen testen nog, want dit is op de PlayStation natuurlijk. Want ik heb hier mijn PlayStation controller. Loopt het audio synchroon? Ik ga gewoon heel even springen. En elke keer als ik spring, zeg ik toch spring. Dus hier gaan we het gewoon proberen. De fik erin! Oké, jump. Jump. Flame. Jump. Nederlandse tekst is flame. Jump. Loopt dat synchroon? Laat heel eventjes een beetje feedback daarvan weten, jongens. Dat stel ik zeer op prijs. Goed. Oh, waarom doe ik dit? Echt serieus? De fik erin! Ik moet ook zeggen, echt die voice actor van Spyro, weet je wel. Die voice actor in het Engels, die doet het echt helemaal geweldig. Die is echt van... Dat is echt van, ik zal het. Hij loopt goed. Hij loopt synchroon. Helemaal synchroon. Mooi. Maar hier is het echt van... Ik zou zo'n zeurstemmetje, ik weet niet. Hallo, ik wil even de fik erin, ja? Zoals Spyro zei, de fik erin. Oh god. Voice actor er meer emotie in gooien. Ik bedoel, in het Engels is het echt... Oh, that. En hier... Oh, daarvoor. Serieus? Ik weet dat ik de laatste tijd heel erg vaak Nederlandse voice actors afkraak, maar echt serieus. Al moet ik wel zeggen dat sommige draken het wel hebben goed gedaan, weet je wel. Dus, sommige draken hebben wel een hele leuke stem. Weet je eigenlijk wel wat een vliegje doet? Daar komen we Henk tegen. Ik lach me helemaal kapot als we Henk tegen gaan komen. Maar goed, wat is het doel van het spel? Het doel van het spel is dus om alle draken te bevrijden en alle diamantjes dus te verzamelen. Al hebben de diamantjes hier nog niet echt heel erg veel nut. De reden is namelijk van, ja... Het heeft hier geen nut. Het heeft hier gewoon simpelweg geen nut at all. Yay, vaardigheid verdiend. Nee, ik ben heel erg hard aan het cringen, je beetje. Maar goed, in ieder geval de gems, ja, dat is een beetje een completion als je de gems gaat verzamelen. Volgens mij had het eerste wereldje 200 gems, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Hier zit trouwens een secret to everybody. Hier wil je op het water, niet in het water, op het water, op de stenen wil je springen. En dan als je er allemaal springt... Gaat er een geheim wereldje open. Yay. Al moet ik wel zeggen, van alle drie de Spyro's is één mijn minst favoriete. Waarom? Weinig story. Gems zijn nog nutteloos. Volgens mij hadden ze het wel ingesteld tot... Tenminste, dat denk ik, dat weet ik... Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij hadden ze het wel ingesteld tot Sparks naar gems kan wijzen. Dus op het moment dat je er eentje vergeten bent, kan Sparks helpen met naar gems te wijzen.
Dan weet ik niet meer precies welke knop dat je daarvoor kon indrukken, maar... We gaan nog niet de wereld in. Ik wil eerst eventjes hier alle gems hebben gevonden. Dus wie is Mudkip? Henk, dat is de teddybeer van mijn neefje. Oh, kijk nou toch eens. Nog meer cutscenes. Man. Werkt het dit keer? Nee. Ik heb echt... Net deed het goed, dus ik ga het gewoon proberen. Ziet er naar uit dat hij het goed doet. Ah, coole flits, man. Ik als Mario eigenlijk gewoon nog meer gewoon een zo... Hey dude, gave flits. Jeetje man. Dan ben ik wel heel erg donker zo, hè. Ja, het is ook veel te warm zo. Plus dan zien jullie mijn gezicht niet erg goed en dan is de cringe niet goed. Jullie willen mijn cringe zien. Tenminste, ik heb het dus gevraagd van... Goh, als ik dit spel ooit zou moeten doen, moet ik hem dan in het Nederlands of in het Engels spelen? En iedereen die zei... Oh, je moet hem eigenlijk in het Engels spelen! Of in het Nederlands moest ik hem spelen. In het Engels kennen we hem al. Speel maar in het Nederlands. Iedereen. Ja, hij is geremasterd, Manuel. Hij is geremasterd naar... Ja, betere resolutie. De oorspronkelijke voice actor in het Engels. In de oorspronkelijke zooi. Heeft weer Spyro ingesproken in alle drie de games. Wij luisteren naar het Nederlands. Doet nog steeds pijn. Hoi Thomas! Help! Waarom spelen we dit in het Nederlands? Why? Volgens mij... Oké, wat is die knop voor Sparks te laten... Ah, dat is hem. Is hier iets? Nee, oké, je zit erachter. Oké. Ze hebben Spark zeg maar een zoekfunctie gegeven, doordat je de gems makkelijker kan vinden. En aangezien dat we dus één gem missen... Kijk, hier ligt die. Nu hebben we alle gems. Hoera. Level compleet. Laten we naar het eerste wereldje gaan. Ik heb alleen één vraag. Waarom zijn alle draken in steen veranderd behalve Spyro? Spyro was waarschijnlijk te klein en Nasty Nork is gewoon dom. En zoals dat hij al zei. Weet je wel, is lelijk. En geen gevaar omdat Nasty Nork dom is. En waarschijnlijk dus iedereen... Probeerde in steen te gooien, maar het lukte hem niet in verband met... ja, hij was de kleine draak vergeten. Zoiets? Oh boy. Maar goed, ik ga je dus... Dit is ook gelijk voor YouTube, weet je wel. Ik heb echt zoiets van waarom ook niet. Dus we gaan gewoon ook gezellig naar YouTube. We zijn gezellig aan het streamen. Ja, Lars, het is zo... Knasty Knork is dom en lelijk. Ja... Hij is zo lelijk! Hoi. Nou, dit spel heeft ook hele leuke achievements. Maar ja, alle achievements heb ik al gehaald. Behalve in Spyro 3, sorry daarvoor. En het is gewoon leuk om schaapjes te flamberen. Wee! Ja, Spyro, let als hij vlinders eet. Ja.
ik ga je handje... In plaats van tot hij die kist uitlegt van... Hé, voor die kist daar heb je een sleutel voor nodig. Nee! Weer over onze Libel. Niet over Sparks, nee, onze Libel. Volgens mij weten de Nederlandse voice actors nog niet eens dat die Sparks heet. Oh mijn god, nee. Een koffieautomaat bij zijn staart. Poink. Ja! Trouwens, wat eigenlijk wel een hele leuke feature is. Ja, er is nog positiviteit. Het spel is geniaal, speelt in het Engels. Wat ook heel erg leuk is, is zeg maar Sparks die is op het moment geel. Dat wil zeggen dat hij op full health is. Dus we kunnen op het moment kunnen we wel geraakt worden. Worden we geraakt, dan wordt Sparks blauw. Daarna wordt hij groen en daarna verdwijnt hij. Het grappige is, dit is ook nog eens een keertje te zien op je controller. En dat vind ik juist zo leuk van het spel. Die keek wel heel erg in naar de camera. Hallo, Bastiaan Veld, hoe gaat het ermee? Ik weet niet hoeveel levels dat we kunnen doen per aflevering voor YouTube. Voor de livestream gaan we gewoon lekker door natuurlijk, totdat ik zeg van... ja, ik ben wel mooi geweest! Ik hoor nee. Ik hou niet van nee. Volgens mij was dit toch ergens een manier om... Juist. Maar goed, in ieder geval, ik zat hier heel eventjes. Ik denk dat jullie het zo kunnen laten zien. Ja, Sparks is op het moment dus geel. En het lampje van de 3DS... Of van de 3DS, van mijn naam. Het lampje van de controller die is dus ook geel. Spyro, mijn vriend. Wil je een tip over zweven? Nou en of. Druk op springen op het hoogste punt van je sprong om lang te zweven. Druk op actie om al eerder te zakken. Yo, daddy's art. Hi. Klinkt een beetje als Aku in Crash. Ik bedoel, serieus, ik zou eerder bij hem denken bij mijn eigen... Een beetje de nodige zijn, dat hij een baard wel. Hallo, Griffin Master. Welkom bij de meest Nederlandse stream die ik me kan verzinnen. Dit is namelijk Spyro, de driologie. Waarin dat we alles Nederlands spelen. Nederlands. We have the same name in real life. That's heel spannend. Well, that's exciting, I guess. Hi, Stevie. Oh mijn god, ik moet achter hem aan. Anyway, Daddy's Art, yeah, this is a Dutch stream. You are, of course, free to join, and I hope you can enjoy the live stream, even if it's a Dutch live stream. But yeah, ik. Ik haat dit. Gelukkig is een nan en een nanny in de Nederlandse voice. Hi. Ik haat dit. Poink. Nee. Ik weet niet. Ik weet echt niet waarom dat alle draken in één keer in een navi moeten veranderen. Oh, trouwens, heel erg grappig. Poink. Dat is the end of the road, daar mag je niet in. Maar nou geloof ik dat de sleutel ook nog hier ergens zat. Tenminste, ja, we moeten natuurlijk naar die gems zoeken. Maar volgens mij is de sleutel... Zat die net niet? Kijk, er hebben ook nog een paar gems. Zie daar nog een gem. Want ja, 100% vind ik toch heel erg belangrijk. En ik moet zeggen, echt, het speelt zo vloeiend. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben blij met de remake. Ik ben echt super blij met deze remake. Oké, daar kon je niet bovenop. Ligt die? Ja, hier ligt er nog één. Alleen, het grappige is wel, ik heb heel mijn systeem dus normaal gesproken in het Engels staan. Alleen maar om dit spel dus niet in het Nederlands te hoeven horen. Maar ja, in deze Let's Play, Let's Stream, hoe we het ook gaan uitschelden, spelen we dus in het Nederlands. Waarom? We moeten toch kijken hoe dat de Nederlandse voice actors het gedaan hebben. Gaan we die de hele tijd afkraken? Waarschijnlijk. Zit hier nog een... Ja, jij zegt dat hier nog een...
Zij het zegt, Sparks. Serieus, ik ga je niet libel noemen. Of drakenvliegje. Ik noem jou gewoon zoals dat jij hoort genoemd te worden. Sparks. Oké, die hebben we ook. Oké, en nou gaat hij hier naar beneden richten. Dan hebben we alles wel gehad, denk ik zo. We hebben alleen nog maar die sleutel en alles nodig. En we hebben hier nog een gang. We hebben de vorige keer niet een kwartier gezocht naar de laatste jam. Ja, en toen wist ik dus nog niet dat er een trucje is om dus Sparks te laten wijzen naar waar dat je jam zitten. Je kunt namelijk met, je speelt zeg maar met de joysticks. Yay. En op het moment dat je met de joysticks dus speelt, dan kun je de knop indrukken. Dit is bijvoorbeeld de kijkknop. En als ik op de linker knop druk, dan zegt Sparks van, hé, maar je moet daarheen. Geforceerd of zo, maar eerst wil ik je vertellen over. Ik doe dit extra langzaam, want ik weet niet wat mijn tekst is. Blah. Oh jongens, toch? Waarom? Was niet heel erg geforceerd of zo. Hé, kijk, een sleutel. Maar je hebt dus alles gedaan, hè? Maar ja, de bedoeling is het spel voor de draken. Iets zegt mij ook dat al die draken gewoon geboysect zijn door één persoon. Ik weet niet hoe dat die gast heet, maar ik serieus, dan zou het gewoon echt zo zijn. Zo van, ja, nee, nog maar, hoeveel draken zijn het er? 60? 60 draken of zo? Hallo. En natuurlijk hebben we niet alle gems. Het zijn er nog maar 41 of zo. Nou ja, gelukkig hoeven we niet alles af te zoeken. Die kant op, Sparks, dan gaan wij die kant op. Kijk, daar ligt er één. En we zijn hier nog niet in geweest. Ach, kijk nou toch eens. Nog een cutscene, wat leuk. Eén is ook degene die ik eigenlijk het minste kan herinneren. Ik heb heel vaak hebben we 3 gespeeld. Met skateboarden. Als je een draak bevrijdt of op een van de platforms staat, sla je je voortgang op. Dat kan handig zijn als je in de problemen komt. Maar daar heb jij nooit last van, Spyro. En dat is dus de reden waarom ik alleen iets in het Nederlands kijk als het ook echt door Nederlanders gemaakt is. Kan ik me iets meer voorstellen? Oh, dat leek al eigenlijk op een Super Saiyan draak. Dank je voor mij te bevrijden. Ja, hebben we nou eigenlijk alles? Nee, ik mis er nog. Ik mis nog 4 gems. Ligt het boven? Sparks, my man. Oh, hier ligt er één. Dat is fijn. Ja, daarboven ligt dus nog wat. Dan weer terug naar boven, Sparks. Ja? Nou, Sparks, dan gaan we toch weer terug naar boven. Ik kan me wel die vlieglevels herinneren in Spyro. Ja! Elke Spyro heeft zijn vlieglevels inderdaad. Alleen die, van deel 1, die waren het ergste. Echt. Oké. Okay. Daarachter, Sparks, dan gaan wij daarachter nu naartoe. Ja, ik geloof je, Sparks. Ja, daarachter zie ik zal liggen. Nou! Yay! 100%! Minecraft jump.
wat leuk. Kan ik nou de uitgang niet meer vinden? Ben ik zo ver heen dat ik de uitgang niet eens meer kan vinden? Dat is wat dit spel mee doet. Oh ja, en dat draaikolkgeval. Ach ja, één voordeel. Het spel heeft in ieder geval... Deel 1 heeft weinig cutscenes. Ik kan niet wachten op deel 2. Dit is echt gewoon pijnlijk, dit. Dit is gewoon echt heel pijnlijk. Dat kan ik jullie wel degelijk vertellen. Dit is echt super pijnlijk. Wat is mijn game weg? Hé, hey, wel. Goed zo. Nou, eens eventjes kijken. Ik denk dat we nou ongeveer een aflevering hebben van zo'n 20 minuten. Ik denk dat het wel leuk is voor de eerste aflevering van YouTube. De tweede aflevering gaat ooit komen. Ik weet niet precies wanneer, maar die komt. Wanneer ooit. Maar ik denk dat we nog wel heel eventjes een aflevering gaan uploaden. Voor de volgende. En dat is dus... De duister... Zelfs de namen zijn in het Nederlands. Goed, dus de volgende keer gaan we naar de duisterdiepte. YouTube. Tot de volgende part. Streamers. Bereid je maar eventjes voor. Ik ga wat te drinken pakken.